expository means that preaching aims to exposit or explain and apply the meaning of the Bible. The aim of that kind of expository preaching is to help you eat and digest biblical truth that will make your spiritual bones more like steel and will double the capacity of your spiritual lungs and will make the eyes of your heart dazzled with the brightness of the glory of God and will awaken the capabilities of your soul to experience kinds of spiritual joy you did not know existed. Check dit uit! Deze track is een pleidooi voor bijbelverklarende prediking. Dat is wat de gemeente hard nodig heeft. Sola Scriptura! Met deze raps geef ik eer aan mijn meester en heer. Jezus Christus, de man die ik zeer waardeer. Voor de toren die hij droeg, het ruwe hout was genoeg. Goddeloos door mijn staat, door mijn aard, volkwaard. Hij was volmaakt, maar liet zijn leven toegaan. Om daarna op te staan en gaf de pastorsmandaat. Tot een dienst tegen draad, diende ziel en vermaan. Zoals 2 Timotheus hoofdstuk 4 je verklaart. Daarom stel ik je vandaag een serieuze vraag. Zo zie ik het graag, ben geheimzinnig nog vaag. Want wat is nu de kern, wat is werkelijk de essentie? Wat geeft de kerken nu lokaal? Hun potentie. Die zegt eigen tijd zijn of armoede bestrijden. Anderen zweren bij de kracht van hun leiders. Maar als we samen onze God de eer willen geven, dan moeten we verklaren de schriften preken. Waar zijn de Bijbels? Waar zijn de Spurgeons? Spreek het woord, spreek het woord. De Bijbel is een boodschap voor een dagelijkse noodman. Spreek het woord, spreek het woord. Er zijn genoeg rappers, maar niet zoveel pastors. Spreek het woord, spreek het woord. En juist de verblijf van de tijd en het spreek het woord, spreek het woord. Hey, voor de leden van de gemeenschap, bid voor je voorgangers en bemoedig ze met regelmaat. Laat je feedback eerlijk, maar opbouwend zijn. Laat maar zeggen wat ik bedoel, het is niet te complex. Je preekt Gods woord in de juiste context. Als je luistert, neem dan waar, wat je vooral naar moet gaan. Is het punt van de tekst waar de spreker voor gaat. Denk je van niet, trek dan snel aan de bel. Want het woord wordt dan gebruikt om te zeggen wat hij wil. Al wordt het gebracht met wat passie en vernuft. Gods geïnspireerde waarheid wordt dan toch weggestuft. In plaats van toepassing van bijbelse feiten leunen veel sprekers toch op hun persoonlijkheid. Maar de gift van het spreken is nooit vervanging geweest voor de verlichting van ons hart door de Heilige Geest. Zonder juiste verklaring, een gebrek aan openbaring. Wat je krijgt zijn tradities en de pastorstokpaardjes. En dat is dan de start van het bekende heldenvlak. Het woord dat geeft ook maar deze gast die tapt ze zwak. We hoeven geen grappen of luchtige praat, want het brengt geen geloof omdat het nergens over gaat. Liefde voor Christus, gehoorzaamheid is nodig. Schriftverklaring is allerminst overbodig. Ga voor transpiratie door te zwoegen met de tekst. Dan komt inspiratie heel relaxed en met effect. God geeft de groei, heiliging stap voor stap. Het woord trouw gepreekt bouwt aan heel je gemeenschap. Zo niet, dan zal je zondagsmaal niet volstaan. En dan sterft de kerk langzaamaan. Stop met vermaken van steun is geen sprake. Spreek het woord, spreek het woord. Zorgvuldige instructie, geen grote productie. Spreek het woord, spreek het woord. Wij willen geen comedie of antropologie. Spreek het woord, spreek het woord. Stop met gevlei, want het oordeel is nabij. Spreek het woord, spreek het woord. Voor alle pastors die zich geroepen weten om de schriften te verkondigen. Ik wil jullie aanmoedigen om de heerlijkheid van Christus te blijven aanschouwen. Wees je wel bewust van deze vrome thesis. Heel de Bijbel draait om de persoon van Jezus. In het Oude Testament, nog schaduw en latent. In het Nieuwe Testament, Jezus helder en bekend. Deze waarheid klinkt vrij moedig en gewichtig. Op de weg naar Emmaus in Lucas 24. De wet, de profeten, apostolische leer. Ze verwijzen met kracht naar de verrezen Heer. Dus als Jezus de kern is centraal in de zaak, dan zou de eredienst toch over hem moeten gaan. De gospel gepreekt zonder enige schijn, maar krachtig gebracht zonder origineel te zijn. Vergeet je applaus, je eigen eer betoon en buig juich liever voor de heerlijke zoon. Want zijn werk en persoon zijn verre van gewoon. Gods mysterie onverhuld en blijkt nu wonderlijk schoon. De schriftverklaring betaalt uitzonderlijk loon. Want mensen transformeren door het zien van de zoon. 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 Naar de glorie van Jezus verlang ik het meest dus. Spreek het woord, spreek het woord. Zeg Christus centraal dat hij mijn leven bepaalt. Spreek het woord, spreek het woord. Verbreek alle boycotts, spreek alle raadgods. Spreek het woord, spreek het woord. Dit is nu het licht voor Gods aangezicht. Spreek
spreek het woord, spreek het woord. We hebben gedaan dat de tweede kerk is in mijn ogen buitengewoon belangrijk. Het is onopgeefbaar en onvervangbaar. En dat betekent dat er een full exposure is. Dat iemand inderdaad door de voortgang of de predikant heen een exposure is met die Bijbelse figuur die wordt uitgelegd, bijvoorbeeld door Zacchaeus. En dat door even Zacchaeus als het ware te worden, iemand zich daarmee identificeren kan. En ook tegelijkertijd zich voor Jezus gesteld heeft. En ook dat is een full exposure. En ik denk dat dat tijd nodig heeft. Dat heeft woorden nodig. Dat heeft studie nodig. Daarom Bijbel expositorenpreaching, want je gaat van vers naar vers om de schrift uit te leggen.